De temperatuur op aarde wordt steeds hoger. Daarover bestaat geen twijfel. Maar wat betekent dat voor de toekomst van de seizoenen? Als we door de opwarming straks geen sneeuw, vorst of ijzel meer hebben, moeten we de winter dan niet eigenlijk herfst gaan noemen? Dat is een goede vraag die we binnenkregen van Janneke de Breij. Meteoroloog Alfred Snoek legt het je uit. De Nederlandse winter, dat wil lang niet zeggen dat er altijd sneeuw ligt en ijs is te vinden. De Nederlandse winter is vaak zacht. En als we kijken naar de cijfertjes, dan zien we dat er gemiddeld tijdens 38 nachten vorst wordt gemeten. Op 7 dagen ligt de temperatuur het hele etmaal onder het vriespunt. En op ongeveer 17 dagen valt er ook sneeuw in Nederland. Het zijn gemiddeldes, want van jaar tot jaar lopen die aantallen sterk uiteen. Het aantal vorstnachten bijvoorbeeld tussen de 10 en de 81 en het aantal dagen waarbij de temperatuur het hele etmaal onder nul blijft, loopt het heen van 0 tot 46 en het aantal dagen met sneeuw zit tussen de 1 en de 60. Het kan van jaar tot jaar dus erg verschillen. Maar als ik je dit hoor zeggen, dan kunnen we nu af en toe al spreken van één lange herfst. Maar wat is dan nog het verschil tussen herfst en winter? Nou, op dit moment zien we in ieder geval nog wel verschil tussen de herfst en de winter. Want in de winter komt het nu in ieder geval nog regelmatig tot sneeuw en vorst. Oké. En in de toekomst dan? Kunnen we dan nog spreken van winters? Ja, dat wordt natuurlijk een heel ander verhaal. Want op basis van de klimaatscenario's van het KNMI ziet het ernaar uit dat de winters steeds warmer gaan worden. Als we kijken naar de getalletjes, dan lijkt het erop dat het aantal nachten met vorst aan het einde van de eeuw zo tussen de 5 en de 25 nachten uit gaat komen. En het aantal dagen waarop het hele etmaal blijft vriezen is bedroevend laag. Ligt zo tussen de 0 en de 3. En het aantal dagen met sneeuwval loopt ook duidelijk terug. Soms zijn er winters waarbij het echt geen enkele keer sneeuwt. En alleen echt nog in een wat koudere winter komen we misschien nog op zo'n 30 dagen met sneeuwval uit. Ja. En als we dan echt die zachte winters vaker gaan zien, dan kun je het inderdaad veel beter herfst gaan noemen. Dus geniet er nog maar even van als er sneeuw of ijs ligt, want het wordt steeds zeldzamer. Heb jij nou ook een leuke weervraag? Mail deze dan naar weervraag@weerplaza.nl en wie weet wordt die beantwoord in de volgende video. Doeg!